De conceptwet Belastingautoriteit Suriname is geparkeerd door de Nationale Assemblée. Door aandringen van de verschillende belastingbonden die het niet eens zijn met de huidige formulering, is het uiteindelijk gelukt de wet voorlopig aan te houden, zegt Joyce de Vlucht, voorzitter van de douanebond. De wet moet gewoon beter worden geformuleerd, benadrukt de Vlucht. Om in elk geval, zij zeggen wijzigingen, maar wij zeggen natuurlijk fundamenteel gewijzigd te worden. In elk geval is het op dit moment van de tafel gehaald. En wij hebben de president kunnen volgen via de media, waar hij heeft aangegeven dat er 6 maanden wordt uitgetrokken om deze wet eigenlijk te herzien. Herzien is een ruim begrip. Misschien kunnen we daaruit concluderen dat het ook fundamenteel gewijzigd zal worden. Maar in elk geval, we hebben ook op 3 momenten meetings gehad met de waarnemend minister van Financiën. Dat is minister Van Bibas, minister Amdien. Dat is op 15 oktober, 18 oktober en 21 oktober. En hij is dan met het voorstel, eigenlijk heeft hij dus duidelijk aangegeven dat nu hij ook inzage heeft gehad in die wet, dat er heel wat zaken niet in place zijn. Voor de Vlucht was het niet eerlijk dat zij met deze conceptwet werden verrast. Om te voorkomen dat zij zaken over het hoofd zien, hebben zij een juridisch adviseur in handen genomen in de persoon van Serena Munslag Esset. Zij gaf aan dat iedereen, inclusief zij zelf, de schrik kregen over de inhoud van die wet. En de memorie van toelichting van zo kort dat toen ik het las, ik wist niet of ik moest lachen of moest huilen. En die memorie van toelichting geeft gewoon geen antwoord op die vragen. Dus bij de ALV van begin oktober waren er inderdaad een aantal vragen. Maar aan de hand van die memorie zou je dus ook moeten kunnen aangeven wat is de bedoeling. Maar aangezien dat zo tekort schiet, kan je op die vragen gewoon geen antwoord geven. Maar ik ben heel erg blij en ik vind het een positieve zaak. In elk geval dat het interim minister van Financiën nu meteen ook heeft gezegd van kijk, inderdaad zijn er een aantal leemten aan die wet. Dus vandaar dat die werkgroep nu geïnstalleerd wordt. Vanuit de zijde van de bonden waren er een heleboel vragen. Onder andere wat is precies de bedoeling met die autoriteit? Waarom moet er überhaupt een autoriteit komen? Wat is het beleid dat ter grondslag ligt aan zo'n autoriteit? Waar willen we naartoe met de belastingen? Sowieso. We zijn geen vreemden in Jeruzalem, we weten allemaal dat de belasting dringende hervorming behoeft. Maar elke vernieuwing moet ook resulteren in een verbetering. Er zal initieel 6 maanden worden uitgetrokken voor de werkgroep om samen met de vaste commissie de conceptwet aan te passen waar nodig is.